Er zijn uit Westerbork meer dan 100.000 Joden gedeporteerd. En van hen zijn na de oorlog maar een paar duizend teruggekeerd. Alle overigen zijn vermoord. Veruit de meesten in gaskamers. U weet dat. Maar nu moet ik u vragen te proberen dat weten hier even buiten beschouwing te laten. U zult begrijpen waarom. Ik zal het niet hebben over wat ten aanzien van de Jodenvervolging is gebeurd in 1942, 43 en 44. Maar alleen over wat is gebeurd in die allereerste fase van de bezetting in 1940. Hadden verreweg de meeste Nederlanders, ook de Joodse Nederlanders, geen idee van wat van de zomer van 42 af, dat was 2 jaar later, zou gaan gebeuren. Geen idee, ondanks de aanwezigheid van de Weermacht en van al die Duitse autoriteiten. Ondanks ook datgene wat van 33 af in het Nazirijk met de Duitse Joden geschied was. Dat waren, toen Hitler aan de macht kwam, 600.000 mensen. Ongeveer 1% van de Duitse bevolking. Ze werden uit de overheidsdienst gezet, verwijderd uit de pers, uit de kunsten, uit de wereld van de wetenschap. En toen de Nazi-partij 2 jaar later, in 1935, in Nuremberg haar jaarlijkse congres hield, werden daar de zogenaamde Nuremberger wetten afgekondigd. Die alle huwelijken en seksuele verkeer van Joden met niet-Joden verboden en strafbaar stelden. Dat was natuurlijk schokkend. Maar niet zo schokkend of de hele wereld nam het volgende jaar, in 1936, deel aan de Olympische Spelen in Berlijn. In ons land was daar slechts door kleine groepen tegen geageerd, zonder succes. Er was in Berlijn ook een Nederlandse ploeg aanwezig. En de Nederlander Ozendarp werd er derde op de 100 meter. Die werd gewonnen door Jesse Owens, een Amerikaanse neger. Hitler weigerde hem de gouden medaille uit te reiken. De ene nieuwe anti-Joodse maatregel volgde op de andere. Joodse studenten werden nauwelijks meer tot universiteiten toegelaten. Joodse artsen mochten zich alleen nog maar met Joodse patiënten bezighouden. Joodse advocaten met Joodse cliënten. Vooral ook uit het bedrijfsleven werden de Joden verwijderd. Zij, die vaak grote zaken hadden opgebouwd, werden gedwongen die vaak voor een appel en een ei van de hand te doen. Sommige Duitse banken verdienden daar schatten aan. Dit Duitsland was het waarmee Chamberlain en Daladier het akkoord van München sloten. Dat ook door de meeste Nederlanders met immense opluchting werd begroet. Maar daar viel binnen enkele weken een zware schaduw over. Duitsland begon in oktober 38 de Poolse Joden, die zich in Duitsland hadden gevestigd, terug te drijven naar Polen. De antisemitische Poolse regering weigerde hen op te nemen. Duizenden mensen moesten in de kille herfst kamperen in het niemandsland aan de grens. Toen nu een Pools-Joodse jongen die in Parijs leefde een noodkreet ontving van zijn ouders, schoot hij uit wraak een lid van de Duitse ambassadestaf dood. En dat gebeuren werd door de nazi's als aanleiding genomen om in de nacht van 9 op 10 november, kristalnacht, omdat zoveel ruiten gebroken werden, over te gaan tot georganiseerde vernielingen op enorme schaal. Joodse zaken die nog niet waren overgenomen, werden geplunderd, synagogen in brand gestoken
enkele tientallen Joden vermoord. 30.000 mannen en jongens opgesloten in concentratiekampen. Ze werden na 6 weken vrijgelaten. En er werd het Duitse Jodendom een boete opgelegd van 1 miljard mark. Huidige waarde 7 miljard gulden. In 1939 ging het nazibewind ertoe over alle Joodse jongeren van de scholen en de universiteiten te verwijderen. De Joden de toegang te verbieden tot theaters, concertzalen, bioscopen, musea, parken, zwembaden. En tot het concentreren van alle Joden in aparte wijken, vooral in de grote steden. Er woonden toen in, wat werd genoemd, Groß Deutschland, nog maar 300.000 Joden. De meesten samengedrongen in Berlijn en Wenen. Sinds 1933 was meer dan de helft van de oorspronkelijke groep uit Duitsland, na de Anschluss ook uit Oostenrijk, geëmigreerd. Die emigranten waren ook toen eigenlijk nergens welkom. Ja, een internationaal bekende geleerde als Einstein kon wel, met andere geleerden en kunstenaars, terecht in Amerika. Maar antisemitische ambtenaren van het State Department, die het beleid bepaalden, wisten het aantal toegelaten emigranten belangrijk te beperken. Zwitserse autoriteiten hadden diezelfde wens en om de Duitse Joden bij grenscontrole er gemakkelijk uit te kunnen pikken en hun toelating te bemoeilijken, stelde het hoofd van de Zwitserse politie aan Berlijn voor dat in hun paspoorten een grote J zou worden gestempeld. Berlijn nam dat voorstel graag over. Het beleid van Hitler en de zijnen was tweeslachtig. Aan de ene kant wilden ze dat zoveel mogelijk Joden Duitsland zouden verlaten. Aan de andere kant zorgden ze ervoor dat vele Joden zo berooid werden dat ze nauwelijks een kans hadden om te emigreren. Wat dan te doen met die rest? Met die 300.000 die niet hadden kunnen wegkomen. De grootste voorstanders van de zogenaamde raszuiverheid waren de SS'ers. Die zichzelf beschouwden als de keurbende van het nationaalsocialisme. Men kon alleen in die organisatie worden opgenomen wanneer men met afstammingspapieren teruggaande tot in de 18e eeuw kon aantonen dat men van zuiver, zoals dat heette, arisch bloed was. Reichsführer van die SS was Heinrich Himmler, onder wie ook de hele Duitse politie en alle concentratiekampen resorteerden. Het is dan ook geen toeval dat 2 weken na de Kristallnacht in het blad van de SS voor Joden die niet uit Duitsland zouden kunnen emigreren bepleit werd hun restloze vernichting, hun complete vernietiging. En datzelfde woord werd door Hitler gebruikt toen hij eind januari 1939 in het Duitse parlement dit zei. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Vernietiging. Dat zagen bijna alle mensen die toen leefden als beeldspraak. Dat Hitler op de mogelijke fysieke vernietiging doelde, werd niet beseft. Toen nu in september 1939 Polen werd aangevallen, gingen Waffen-SS'ers en andere Duitse militairen op tal van plaatsen over tot het mishandelen van Joden. Enkele Duitse generaals protesteerden. Die protesten werden door Hitler afgewezen. Diens beleid werd het om voorlopig de Poolse Joden, dat waren er in het door Duitsland bezette deel meer dan 2 miljoen, te concentreren in steden met goede treinverbindingen. Het was dus niet de bedoeling dat ze daar zouden blijven. Op dat alles werd scherpe controle uitgeoefend. Talloze Joden werden dus genoopt om in de winter met hun hele hebben en houden te verhuizen. Spoedig daarop werden al die Joden, zoals in de middeleeuwen in verschillende landen het geval was geweest, gemerkt. Ze moesten een witte band dragen met een apart teken, de Jodenster. In elke Poolse stad werd een gedeelte voor de Joden afgezonderd. Het ghetto van Warschau bestond uit 2 stadsdelen die verbonden waren met een loopbrug. Enkele honderdduizenden werden hier samengeperst. Hele gezinnen moesten samen 1 kamer delen.
Van die ghetto's uit werden mannen en jongens aan het werk gezet om puin te ruimen en wegen te bouwen. Anderen kregen arbeid in kleine bedrijfjes die werkten voor de Weermacht. Dat alles werd georganiseerd door de Joodse raden, die in alle ghetto's moesten worden gevormd en die als hoofdfunctie hadden er zorg voor te dragen dat alle Duitse bevelen stipt werden uitgevoerd. In ruil voor het werk stelden de Duitsers enig voedsel beschikbaar, maar steeds veel te weinig. Epidemieën konden niet meer worden bestreden. In het ghetto van Warschau stierf 1 op de 5 bewoners. Natuurlijk werd gepoogd levensmiddelen naar binnen te smokkelen. Het was een ramp als je daarbij werd gepakt. Op daden van daadwerkelijk verzet stond steeds de doodstraf. Maar van wat de Joden in Polen al in 1940 werd aangedaan, drong niets door tot ons land. Hier had men, bij de volkstelling die in 1930 werd gehouden, kunnen opgeven of men de Joodse godsdienst beleed. Dat hadden ongeveer 110.000 personen gedaan. Maar ongeveer 20.000 mensen van Joodse afkomst hadden dat nagelaten. Dat wil zeggen, officieel bericht dat het Joodse geloof in hun leven en dat van hun kinderen geen enkele rol speelde. Maar die rol was ook in het leven van velen die zich dan wel als Joden in godsdienstige zin hadden aangemeld, heel beperkt. Tekenend was dat toen in de herfst van 1939, na de mobilisatie, aan de 3000 Joden die in de strijdkrachten dienden, werd gevraagd of ze prijs stelden op de benoeming van een veldrabijn, maar door ruim 10% werd geantwoord ja. De Joden in Nederland waren eigenlijk niet zozeer met een groep met een bepaalde godsdienst, als wel een met een bepaalde cultuur. Ze waren hier in tegenstelling tot wat in andere landen in Europa het geval was geweest, althans na de middeleeuwen, nooit vervolgd. Bijna alle Joden voelden zich hier dan ook thuis. Het sionisme had maar een kleine aanhang. En toch, er was, misschien vooral op het platteland, een zekere mate van antisemitisme. Er waren ongeschreven regels die in de richting van discriminatie gingen. Tijdens de hele duur van het Koninkrijk, van de tijd van Napoleon af dus, waren maar 2 Joden ooit minister geweest en 1 Jood burgemeester van een heel kleine gemeente. Er waren verenigingen en clubs die Joden niet toelieten als lid. Dan kun je over die dingen eigenlijk niet generaliseren. Want terwijl er veel niet-Joden waren, zeker in Amsterdam, bij wie het feit of de mensen met wie ze omgingen nou van Joodse afkomst waren of niet, geen enkele rol speelde, of die de Joden zelfs beschouwden als een verrijking van de samenleving, waren er anderen die zich toch eerder afwerend opstelden. Bij heel wat katholieken en protestanten kon dan een rol spelen dat, zoals men als kind al had geleerd, Christus door de Joden was gekruisigd. Typerend voor ons land was dat er een scherpe tegenstelling was tussen naar verhouding rijke en arme Joden. Bijna de helft van alle Joden die werk hadden, verdienden hun brood in de handel. Niet in de groot, maar in de kleinhandel. En dan vooral in de straathandel. In de handel zoals die in Amsterdam, waar ongeveer 100.000 Joden woonden, bedreven werd op het Waterloopplein. Die mensen moesten hard sappelen voor een karige boterham. Steun vonden de meesten niet in de godsdienst, maar in hun geloof in het socialisme of het communisme. Onder de Joodse bourgeoisie had het liberalisme een sterke aanhang. En wanneer dan koningin Wilhelmina bij haar jaarlijkse bezoek aan Amsterdam ook een bezoek bracht aan de grote synagogen aan het Jonas Daniel Meijerplein, dan werd dat door degenen die haar daar ontvingen beschouwd als een bewijs voor hun volledig geaccepteerd zijn in ons land. Het was een enorm verschil met Duitsland. Wat daar gebeurde, wekte bij veel Joden in ons land wel een vage bezorgdheid.
Maar er waren ook onder diegenen die de middelen hadden om Europa de rug toe te keren. En dat waren er niet zo velen, maar weinigen die inderdaad ons land verlieten. Andere Joden kwamen in die jaren ons land binnen. De Joodse vluchtelingen uit Duitsland, uit Oostenrijk. Er werden er meer toegelaten dan in andere landen, maar toch maar een deel van alle die om toelating verzochten. In mei 1938 werd zelfs, behalve voor degenen die in onmiddellijk levensgevaar verkeerden, de grens door de regering gesloten. Protesten waren er nauwelijks. De Kristallnacht wekte een golf van verontwaardiging die in de pers en ook in enkele publicaties tot uiting kwam. En die verontwaardiging noopte de regering de grens weer te openen. Maar met mate. 50.000 Joden uit Groot-Duitsland smeekten om toelating. 8.000 mochten er komen. Van hen werden degenen die niet in hun eigen onderhoud konden voorzien geconcentreerd in kampen die door het Joodse Vluchtelingencomité zouden worden gefinancierd. Het grootste kamp kwam op de Drentse Hei te liggen in de gemeente Westerbork, gevaarlijk dicht bij de Duitse grens. De regering had eerst gedacht aan Elspeet op de Veluwe, maar daartegen was met succes geprotesteerd. Door inwoners, door de ANWB en door de Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Tot die 8000 nieuw toegelatenen behoorden 1600 Joodse kinderen, die evenwel zonder hun ouders moesten komen. Die kinderen werden opgenomen, hetzij in gezinnen, hetzij in tehuizen. En toen kwam de 10e mei 1940. Alle Joden, en onder hen nu een 16.000 vluchtelingen, hadden het gevoel dat het onheil naderde. De Joden uit Westerbork, een kleine 800, vluchtten, maar kwamen niet verder dan Leeuwarden. Ook zij zaten in de val. Vele duizenden, Joden en niet-Joden, poogden via de havens te ontsnappen. Maar dat lukte maar weinigen. Tot diegenen die wegkwamen behoorden een groep Joodse kinderen. Vluchtelingen die toen in het Amsterdamse weeshuis verbleven en tot wie een Amsterdamse vrouw, Truus Wijsmuller, haar zorgen had uitgestrekt. Ze had eerder uit Duitsland groepen Joodse kinderen naar Engeland gebracht. Nu kreeg ze op 14 mei een boodschap van de garnizoenscommandant. Het comité in Engeland vraagt, breng onmiddellijk alle kinderen in veiligheid. Tot mijn grote spijt was er maar één garagehouder die mij 5 touringcars wilde verhuren. Iedereen was angstig op die dag. We zijn eerst naar het burgerweeshuis gegaan, daarna naar het Joodse comité. We hebben deze 5 wagens volgeladen op weg naar IJmuiden. In IJmuiden, bij de dijk waar de spoor overheen gaat, mocht ik niet verder. Gelukkig op dat moment kwam de directeur, meneer Koning, van de Maatschappij Nederland langs. En die mij in zijn auto bij de commandant Zeemacht, meneer Hellingman, gebracht heeft. En daar heb ik weer permissie gekregen om met de kinderen door te gaan. Kinderen zijn allemaal gelukkig goed op de Bodegraven gekomen. De Bodegraven was een schip wat net als de Koen had moeten zakken. Toen de boot 10 minuten voor 8 uit IJmuiden vertrok, had ik het gevoel, had ik maar meer hulp gehad, had ik maar meer touringcars gehad, dan had ik al die mensen die daar gestaan hebben, hadden tenminste nog hun redding kunnen hebben. Diezelfde 14e mei kon in Amsterdam een schrijver eenvoudig niet in huis blijven. Hij trok tenslotte de oude Jodenbuurt in de binnenstad, en een Joodse wijk in Oost. Wat me hier het eerst trof, was stilte. De stilte der verslagenheid. Het was prachtig voorjaarsweer, maar het koperkleurige licht van de laagstaande zon kwam mij onnatuurlijk, vals voor. En in dit vreemde schijnsel lagen de straten, waarin de mensen in groepjes bijeen stonden en op bijna fluisterende toon met elkaar spraken, in vensterbanken en op trottoirranden zaten, weenden of doelloos voor zich heen staarden. Schaarse kinderstemmen klonken opdringend luid in deze drukkende stilte. Een opgewonden Joodse jongen reed in razende vaart op zijn fiets de Linnaeusstraat in, voortdurend roepend: Holland is niet Duitsland, Holland blijft Holland. Voor het overige heb ik geen paniek,
of tekenen van wanhoop gezien. Het was alsof de mensen getroffen waren door een natuurramp, waartegen zij niets vermochten te doen. Onder degenen die na de capitulatie een eind aan hun leven maakten, onder hen enkele niet-Joden, van wie ik speciaal de essayist Menno ter Braak wil noemen, die in woord en geschrift het nationaal socialisme had bestreden, waren een kleine 200 Joden. Vele van de overige Joden vreesden, dat wordt ook hier een pogrom. Maar niets daarvan, het leek mee te vallen. Dat wil zeggen, hier en daar liep men wel als het ware vooruit op de Duitse maatregelen. De AVRO ontsloeg alle Joodse programmamedewerkers. Bij onze twee grootste orkesten, het Concertgebouworkest en het Residentieorkest, werden de Joodse violisten naar achteren geplaatst. En in de herfst zouden de besturen van beide orkesten besluiten geen werken meer uit te voeren van de twee bekendste Joodse componisten, Mendelssohn en Mahler. De eerste Duitse maatregel kwam begin juli, vlak na Anjerdag. Die demonstraties werden als aanleiding genomen om alle Joden te ontslaan uit de gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten. De Joden zijn nu eenmaal onze tegenstanders, zei de bevelshaber der Ordnungspolizei. Dus kan ik ze niet vertrouwen en motten ze eruit. Vrijwel niemand besefte dat dit de eerste discriminatie was opgelegd door de bezetter, maar uitgevoerd door onze eigen overheid. De secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, meester K.J. Frederiks, onder wie alle provinciale en gemeentelijke besturen resorteerden, liet het bij een zwak protest dat door zijn Duitse toezichthouder, generaal-commissar Wiemer, de Reichscommissar had 4 van die generaal-commissaren, van wie hij er ook 3 uit Oostenrijk had meegenomen, werd afgewezen. Wiemer deed daarbij een geruststellende mededeling. Ik heb hier uit het archief van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het RIOT, zijn brief aan Frederiks, waar die mededeling in staat. Dat in bezet Nederland das jüdische probleem voor de Duitse autoriteiten niet existieren. Ze kenden geen Joods probleem. Dat was natuurlijk pure misleiding. Seyss-Inquart had tot taak Nederland te manipuleren in de richting van het nationaal socialisme. Dat hield in dat de Joden in ons land aan precies dezelfde maatregelen zouden worden onderworpen als de Joden in Groot-Duitsland. Dat wil zeggen dat ze zouden worden geïsoleerd en beroofd. Maar de Rijkscommissaris besefte dat hij dat heel geleidelijk moest doen. Een tweede van zijn generaalcommissaren, zijn politiek adviseur Schmid, ging 40.000 gulden subsidie geven aan een antisemitisch weekblad dat voor de oorlog verboden was en nu opnieuw ging verschijnen in een oplaag van 20.000 exemplaren. Dat geld kwam uit de door de bezetter uitgevoerde liquidatie van de vrijmetselarij. En het blad werd gedrukt bij een drukkerij die in het bezit was van de toenmalige eigenaar van het dagblad De Telegraaf. Er kwamen 1600 abonnees. Dat het weekblad van de NSB duidelijk de antisemitische kant op ging, was Seyss-Inquart en Schmid natuurlijk welkom. Ze gaven de weerafdelingen, de WA van de NSB, verlof om anti-Joodse relletjes te provoceren. Zo ging die WA in Amsterdam bijvoorbeeld met geweld optreden tegen de Joodse kooplieden die er op elke maandag deelnamen aan de markt op het Amstelveld in het centrum. De politie kwam tussen beiden. Die wist dat de Duitsers achter die WA stonden, dus koos ze als oplossing om tot de ontruiming van de markt over te gaan. Relletjes als deze waren door de bezetter bedoeld als steun voor zijn beleid. Dat beleid nu, dat wil zeggen de Jodenvervolging die hij in de geest had, kon hij alleen doorzetten via de Nederlandse overheid. Ik heb hier 2 belangrijke stukken, weer uit het archief van het RIOT, maar ik zal die instelling niet steeds noemen, beide uit augustus 1940, waaruit duidelijk blijkt wat de bezetter toen van plan was. Seyss-Inquart en zijn 4 generaalcommissaren kwamen in de regel op een vrijdag bijeen in wat ze de chef-sitzung noemden. En wat daar besproken was of besloten, werd dan door generaalcommissaris Schmid op zaterdagochtend meegedeeld aan diens voornaamste medewerkers. Hier heb ik het verslag van die bespreking op zaterdag 17 augustus. Daar staat op pagina 2: in het kader van de actie tegen de Joden zullen alle Joodse bladen worden opgeheven. Er zal voortaan maar 1 officieel Joods blad bestaan.
En dat betekende dat de bezetter van plan was bepalingen uit te vaardigen die louter en alleen de Joodse bevolkingsgroep zouden betreffen. Het tweede stuk is nog belangrijker. Schmid zei op zaterdag 24 augustus... de actie tegen de Joden is in voorbereiding en zal in de naaste toekomst worden uitgevoerd en wel tot en met de arisering. Het aan de Joden ontnemen van al hun bedrijven. Er ligt, gaan we verder, al een reeks verordeningen klaar, volgens welke onder andere het volgende bepaald wordt. A. Naamsregistratie van alle Joden. Daartoe is het begin 1941 gekomen. B. Speciale aanduiding van alle Joodse zaken. Dat is niet bij verordening, maar op een andere manier geregeld. C. Verwijdering van alle Joden uit het culturele leven. Die werd in de loop van 1941 een feit. De generaalcommissaris voor Financiën en Economie, de Oostenrijker Fischböck, bracht later in 1940 samen met Zeiss Inquarts toezichthouder op het gemeentebestuur van Amsterdam, Bumker, beide niet in partijuniform, niemand kende ze, een bezoek aan de markt op het Waterlooplein. De heren wisten dat bijna al die kooplieden om te beginnen brodeloos zouden worden gemaakt. Het eerste punt op Zeiss Inquarts programma was dat precies als in 1933 in Duitsland was gebeurd, alle Joden uit de overheidsdienst zouden worden verwijderd. Dat zei hij niet meteen. Hij begon met een eis die veel onschuldiger leek. Hij eiste van de secretaris-generaal dat ze geen Joden meer in overheidsdienst zouden aanstellen en dat degenen die in dienst waren niet meer zouden worden bevorderd. De zaak van de luchtbescherming was een zaak geweest van de gemeenten die min of meer waren overrompeld. Maar hier werd van de hoofden van de departementen gevraagd te discrimineren in strijd met de grondwet. Ze protesteerden wel, maar ze legden zich bij de Duitse eis neer. Voortaan moest dus aan sollicitanten voor de overheidsdienst worden gevraagd of ze van Joodse afkomst waren. Van de meer dan 200.000 personen die toen in overheidsdienst waren, namen uit protest 2 ontslag. De marechaussee-overste Pierre Versteeg, gehuwd met een Joodse vrouw, later in de bezetting als leider van een illegale groep gefusilleerd. En Nico de Graaf, hoofdambtenaar van het departement van Sociale Zaken, later 2,5 jaar in gijzeling. Iets van echte beroering kwam er louter buiten de ambtelijke wereld. Aan de Leidse Universiteit, de enige die toen van zich liet horen, ondertekende van de 2400 studenten 1700 een aan Zeiss Inquarts gericht protest. En hetzelfde deed de helft van de hoogleraren aan alle universiteiten en hogescholen. De helft tekende dus niet. Verder kwam er in één weekblad een scherp en duidelijk protest. Dat was het orgaan van de Liberale Staatspartij. Alleen al de kop van het artikel sprak boekdelen. Alle andere weekbladen en ook de dagbladen, van wie enkele begin oktober wel die discriminatiemaatregel publiceerden, zwegen, hoewel het de pers toen nog niet door de bezetter expresselijk verboden was te berichten over Joodse aangelegenheden of om daar commentaar op te geven. Dat verbod kwam pas eind oktober. De tweede eis die de bezetter tot de secretaris-generaal richtte was dat een bericht zou worden welke personen in dienst van de overheid of van door haar gesubsidieerde instellingen, ik laat die vel wat terzijde, van Joodse afkomst waren. Daar was terecht nooit naar gevraagd. Dat wist geen mens. Midden september vroeg de bezetter om die opgave. Tot de secretaris-generaal was toen al doorgedrongen dat de registratie van alle Joden en de arisering van het bedrijfsleven in voorbereiding waren. Desondanks besloten ze de nodige gegevens te verzamelen. Maar dat besluit was nog niet uitgevoerd toen het college begin oktober een nieuwe eis ontving. Alle Joden die in overheidsdienst waren moesten worden ontslagen. De secretaris-generaal spraken over die eis in 2 lange vergaderingen. Verschillende zeiden, dat moeten we weigeren. Ik heb hier weer een stuk, de notulen van 7 oktober. De voorzitter, dat was dus Snoeker Gronje, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, man van gezag in die kring. De voorzitter stelt hier tegenover dat door het aanblijven alleen het college zou kunnen voortgaan met het behartigen en beschermen van de Nederlandse belangen. Een aftreden zou in de eerste plaats voor de Nederlandse belangen rampzalig zijn, daar een algemene chaos op elk gebied hier het enige gevolg van zou zijn.
Het college besloot met grote tegenzin te doen wat de bezetter wenste. Seyss-Inquart deed een schijnconcessie. Al die Joden zouden voor eerst alleen van de waarneming van hun functie worden ontheven, zoals dat heette. De ontslagen kwamen een paar maanden later. Ontslagen van allen die blijkens de zogenaamde Ariërverklaringen, die begin oktober door die meer dan 200.000 personen in overheidsdienst moesten worden ingevuld, 3 of 4 Joodse grootouders hadden. Dan waren ze, zoals dat heette, vol Joden. En vol Joden waren ook degenen met 2 Joodse grootouders, die bovendien of met een vol Joden gehuwd waren, of lid waren van een Joodse kerkelijke gemeenschap. Enige tijd later liet de strijdbare hervormde predikant Dr. J. Koopmans een illegale brochure verschijnen waarin hij zei: had iedereen geweigerd die Ariërverklaring in te vullen, dan was de bezetter in grote moeilijkheden gekomen. Maar er waren in het hele land misschien omstreeks 10 weigeringen. En voor zover bekend vulden ook alle ruim 2500 Joden die in overheidsdienst waren die Ariërverklaring in. Je deed nu eenmaal in overheidsdienst wat door je meerderen werd gevraagd. En die Ariërverklaring kreeg men niet voorgelegd door de bezetter, maar door de eigen Nederlandse bestuursinstanties. Hier en daar evenwel, vooral in universitaire kringen en kringen van de rechterlijke macht, werd met ongeduld gevraagd: waarom wordt niet gezegd, dit alles is in strijd met de grondwet. Hier mogen Nederlanders niet aan meewerken. Zulke uitspraak verwachtte men dan van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Dat college had een Joodse president, meester L.E. Visser. Hij besloot niet aan het beraad ter zaken deel te nemen. Dat werd dus een beraad van de 17 raadsheren. Zouden ook zij de Ariërverklaring invullen en dus tevens berusten in het heengaan van Visser? Er werd gestemd. 12 stemmen voor, 5 tegen. Maar waar de Hoge Raad zweeg, daar spraken nu voor het eerst de kerken. Niet alle. De 2 Lutherse kerkgenootschappen deden toen nog niet mee. En de strijdvaardige aartsbisschop van Utrecht, monseigneur Johannes de Jong, kon van de 4 bisschoppen die er toen waren, 2, de bisschoppen van Den Bosch en Breda, niet meekrijgen. Zodat de katholieke kerk niet van zich liet horen. Maar op voorstel van dominee Buskus besloten de besturen van 6 protestantse kerkgenootschappen, onder welke de 2 veruit grootste, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken, bij Seyss-Inquart te protesteren in een gemeenschappelijk adres. Dat adres werd toegezonden aan de predikanten en de meesten deden daar mededeling van in de dienst op de laatste zondagochtend in oktober. En als ik voor mezelf spreek, dan moet ik zeggen dat er als het ware een last van me afgevallen is op dat ogenblik, omdat de kerken samen spraken. En in de kerkdienst, dat was merkbaar aan de mensen die in die kerkdienst aanwezig waren. De spanning was tastbaar. Veel sterker dan bij andere afkondigingen. De mensen leefden op, want de kerk sprak. En dat was een belangrijk ding. Zelfs niet al te trouwe kerkgangers, die kwamen 's middags weer, omdat ze het weer wilden horen. Een paar uur later, Duits bevel aan de pers. Over manifestaties in kerken of kerkgenootschappen mag niets worden gepubliceerd. Tenzij daarover berichten van het ANP worden verspreid. En dat onder Duits toezicht staande ANP liet natuurlijk niets van zich horen. Een week later, begin november, deed generaalcommissar Wiemer aan secretaris-generaal Frederiks weten: nu moeten de Joden hun functies bij de overheid neerleggen. Het college van secretaris-generaal koos hier, zoals Seyss-Inquart al had goedgekeurd, de formulering voor dat ze uit de waarneming van hun functie werden ontheven. Het college wilde hieraan 1 woordje toevoegen: voorlopig. Dat werd door Seyss-Inquart geschrapt. Eind november gingen ruim 2500 feitelijke ontslagaankondigingen bij de departementen de deur uit. Ze moesten worden doorgegeven door de instanties bij wie de betrokkenen in dienst waren. Zo werden in Rotterdam de 2 Joodse rechters bij de president van hun rechtbank geroepen. Deze stond op toen we binnenkwamen en legde erop een besluit voor. In opdracht van de Duitse autoriteiten werd ons met ingang van de volgende dag verboden onze functie verder uit te oefenen. We waren op iets dergelijks min of meer voorbereid.
Wij beheersten ons en zeiden dat daar ons ontslag pas de volgende dag inging, er niets tegenleek dat wij nu weer aan het werk gingen. In de raadkamer terug zei ik de beide andere leden van de kamer dat we ontslagen waren. Een van hen, een bom van een kerel, barstte in tranen uit. Dat trof mij. Waarom ging die man opeens huilen? Zeker, we waren onwettig en onredelijk afgezet en dat was ontoelaatbaar. Maar er waren, zo leek het ons toen, toch ergere dingen in de wereld. Wat voorzag die rechter dat wij niet voorzagen? In Amsterdam waren er in totaal bijna 800 mededelingen van feitelijk ontslag. Voor een groot deel aan lager personeel. Mensen die werden plotseling ontslagen en ja, wat voel je dan? Niet, ik weet al, op de morgen kwam een Joodse collega kwam naar mij toe en kwam huilende vertellen dat hij ontslagen was. Nou ja, wat moesten wij doen? Wat voor maatregelen moesten wij daar tegenover stellen? Een staking? Ja, dat ging praktisch niet. Want uiteindelijk zou dit toch gebroken worden op onze Joodse collega's. Dat stond voor ons als een paal boven water. Hier en daar dachten jongeren daar anders over. In Amsterdam kwam er een demonstratie bij het conservatorium en tot een leerlingenstaking aan het Vossius Gymnasium. Op een ochtend hoorden we het. We zijn toen tussen de middag in allerijl een aantal vrienden afgefietst en hebben besloten te staken. Die middag heb ik voor het schoolplein mijn medeleerlingen toegesproken en gezegd dat het onze plicht was om iets te doen, iets duidelijks. En het duidelijkste wat we konden doen was niet naar school te gaan. Toen de school inging, liepen we in een druk discussierende groep naar het Beatrixpark hier vlakbij de school, waar we tot de pauze bleven rondlopen. Maar van al de andere scholen voor voortgezet onderwijs waar Joodse leerkrachten waren ontslagen, was er maar één, het gemeentelijk lyceum in Doetinchem, waar het kwam tot een publiek protest. Op die ochtend was ik vroeg hier en hier op straat. Was niet het gewone krioel en niet het gewone lawaai van de schooljeugd zoals je dat hebt, maar een verslagen stemming en iedereen stond in groepjes bij elkaar met bedrukte gezichten, kapot als het ware, zoals mensen zijn die net hun vader of moeder begraven hebben en die leegte voelen. Men stond en deed niets tot de bel ging en er gemompel ontstond van we doen het niet, we gaan niet naar school, we nemen dit niet van die schoften die onze leraren van ons weghalen. En zonder dat er verder drukte over gemaakt werd, ging men op de stoep aan de overkant staan, de hele school, één grote groep, zwijgend, niet demonstratief lolmakend, niet van dat doen we nou eens lekker, maar alleen uit verslagenheid, uit gemarteldheid, omdat de gemeenschap, onze kleine gemeenschap van deze kleine school kapot werd gemaakt. Hoe lang we daar gestaan hebben, weet ik niet precies. Een half uur, drie kwartier, een uur. En toen kwam de rector. En die stond hier en sprak ons toe en zei, jongens en meisjes, ik begrijp het. Ik begrijp jullie verdriet, wij zien het, wij hebben het ook zo. En de leraren boven ook. Daar stonden de leraren op het balkon in de leraarskamer met even smartelijke trekken en even kapot gemaakt als wij allen. Maar zet deze demonstratie niet door, want jullie brengen de school in moeilijkheden en de ontslagen Joodse leraren, die hebben het moeilijk genoeg, maar die zouden niet ook nog deze moeilijkheid erbij willen hebben om hun. Je kunt ze toch niet redden. Jullie hebben je plicht gedaan en deze demonstratie was juist. Er waren in die tijd in ons land 6 universiteiten. Groningen, Utrecht, Amsterdam, 2, de gemeenteuniversiteit en de Vrije Universiteit, Leiden en Nijmegen. En 4 hogescholen, Rotterdam, Delft, Wageningen en Tilburg. Ontslagen zouden er vallen aan 8 van die instellingen voor hoger onderwijs, alleen aan de Vrije Universiteit en in Tilburg niet. In augustus was een bundeling ontstaan van alle studentenorganisaties, de Nederlandse Studentenfederatie. Ook was er een contactgroep van hoogleraren gevormd. In het bestuur van die studentenfederatie hadden afgevaardigden van Delft en Leiden al in oktober bepleit, krijgen de Joodse docenten ontslag, dan moeten we overgaan tot staking. De hoogleraren-contactgroep kwam bijeen op zaterdag 23 november in Amsterdam en besloot daar dat docenten, als het tot ontslag van hun Joodse collega's kwam, daartegen op hun eerste college een woord van protest zouden laten horen. Dat hebben sommigen inderdaad gedaan. Maar staking
leek de contactgroep niet raadzaam. Ze wist dat de Duitsers in Polen alle universiteiten hadden gesloten en dat studentendemonstraties in Praag in november 1939 ertoe hadden geleid dat ook daar het hoger onderwijs was vernietigd. Bovendien waren toen 9 studenten doodgeschoten en 1000 in concentratiekampen opgesloten. Maar in Delft en Leiden wilden de studenten doorzetten. In Delft was 1 hoogleraar ontslagen. Op het uur waarop hij anders op zaterdagochtend college zou geven, kwamen 500 studenten bijeen. Eén hunner, Frans van Hasselt, sprak hen toe. Zijn woord, aldus een kamergenoot, maakte diepe indruk. En nu was het alles zonder meer duidelijk. Delft zou staken, maandag en dinsdag. We gingen snel erheen om dit besluit onder alle studenten te verspreiden. Per telefoon en door posten. Aan de rand van Delft, bij tramhaltes en op de stations. Maandag was de staking algemeen. De professoren waren beducht. 'S'avonds, 25 november, heeft de bezetter de Technische Hogeschool gesloten. En zij bleef dicht, gedurende een half jaar. Frans van Hasselt, mijn kamergenoot, is in de zomer van 1941 gearresteerd en is een jaar later in Boegenwald overleden. De studenten van Delft hadden dus die zaterdagochtend besloten tot staking. Dat zeiden hun vertegenwoordigers ook toen het bestuur van de Studentenfederatie zaterdagmiddag bijeenkwam in Utrecht. Men besloot daar een protestbrief te sturen aan de secretaris-generaal. Maar de mededeling, we gaan ook staken, deden alleen de Leidenaren. Er zouden bij hun universiteit 10 ontslagen vallen, 2 van hoogleraren, van wie de jurist Meijers de befaamdste was. De voorzitter van de Leidse juridische faculteit, professor Kleveringa, was zijn leerling en zijn vriend. Hij zou de colleges van Meijers moeten overnemen, het eerste op dinsdagochtend 26 november. Hij had voor zichzelf vastgesteld dat hij precies zou zeggen wat hij op het hart had. Het groot auditorium en een zaal ernaast waren die ochtend bomvol. Kleveringa's toespraak, hij verwachtte niet anders dan dat hij erna gearresteerd zou worden, was 1 huldebetoon aan Meijers. Deze mens, deze studentenvader, deze geleerde, zei hij, dien de vreemdeling welke ons thans vijandelijk overheerst ontheft van zijn functie. Maar, aldus zijn laatste zin, Meijers was een persoonlijkheid van wie we niet zullen kunnen aflaten te geloven dat hij hier hoort te staan en, zo God het wil, weer zal keren. Doodse stilte. En toen opeens... Toen de aanwezigen het universiteitsgebouw verlieten, was dat om in staking te gaan. De Leidse universiteit, onze oudste, werd door de bezetter gesloten en bleef dicht. Kleveringa werd gearresteerd en 8 maanden vastgehouden. En haastig overgetypte kopieën van wat hij had gezegd gingen in den lande circuleren. Er werd speciaal zorg voor gedragen dat alle leden van de Hoge Raad er een ontvingen. En nu moet ik toch nog even teruggaan naar die ene discussie aan de top van ons eigen overheidsapparaat, het college van secretarissen-generaal. Die studentenstakingen in Delft en Leiden, Kleveringa's toespraak en dat eerste getuigenis van de kerken zijn natuurlijk gebeurtenissen geweest die we naar voren moesten halen. Maar die gebeurtenissen hebben niet bepaald wat er met de Joden geschiedde. Dat bepaalde de bezetter. En het kernpunt is, dat bepaalde hij via de Nederlandse overheid. Vanaf dat sluwe eerste begin, zij Inkwarts eist dat er geen Joden in overheidsdienst mochten worden aangesteld of bevorderd, werd het steeds duidelijker, de bezetter zou eisen dat de Joden werden ontslagen. Die eis komt begin oktober. Sommige secretarissen-generaal willen aftreden, maar tenslotte aanvaarden, zoals ik u liet zien,
allen het betoog van Snoek Hurgronje. Dat door het aanblijven alleen het college zou kunnen voortgaan met het behartigen en het beschermen van de Nederlandse belangen. Misschien de Nederlandse belangen. Materiële belangen wel te verstaan. Maar zeker niet de belangen van de Joodse medeburgers. Die hebben in die beginfase van de Jodenvervolging geen steun ontvangen van de eigen overheid, die, zij het met grote tegenzin, deed wat de bezetter wenste. En ik meen dat uit de reacties van allen die in dienst waren van die overheid, de Joden onder hen inbegrepen, blijkt hoe gehoorzaam men was, hoe onvoorbereid. Ik zou haast zeggen, hoe onschuldig en hulpeloos. De Joodse rechter die werd ontslagen. Er waren, zo leek het ons toen, toch ergere dingen in de wereld. Evenzeer als de Amsterdamse gemeentewerkman die zijn Joodse collega's zag heen gaan. Maar ja, wat moesten wij doen? Wat voor maatregelen moesten wij daar tegenoverstellen? Wat 2 jaar later, van de zomer van 1942 af, te gebeuren stond, is door bijna niemand voorzien.